kunnen die strijdmiddelen voorkomen. Chemisch middel, dat zou veel beter benamen zijn dan gas. Ja, we moeten ook niet praten over strijdgassen, maar over chemische strijdmiddelen. En dat is de juiste benaming. Het kan wel in gasvorm voorkomen, dan spreken we over dampvorm. Maar het kan dus ook in aerosolvorm voorkomen. En het kan ook gewoon in druppels naar beneden komen. Ja, en als het in een koude periode ingezet wordt en het heeft gesneeuwd buiten en het komt op de grond, dan kan het middel natuurlijk tijdelijk bevriezen. En dan ligt het aan het middel wat gebruikt wordt. I see.